Hey mensen, ik ben Saskia Boef. Welkom bij mijn knutselvlog. En ik ga een liedje opzetten. Even een liedje opzetten hoor. Even een leuk liedje. Even mooi. Even mooi nummer opzetten hoor. Even mooi nummer. Even mooi nummer opzetten. Ik zet even. Vos op hoor. Ik vind je papjes wel leuk hoor, maar. Ik vind het wel zacht hoor. Kunnen jullie mij beter horen? Nou, wij gaan een rups maken, want het is ook voorjaar. Nou, ik ga nu een rups maken voor jullie. De rups hebben we deze, graag lekker deze kleurtjes. Nou, dan leggen we deze hier neer. Dus zo. Dus zo een rondje tekenen, leg de stapel neer, pak je de volgende, denk je weer een mooi rondje, doe je zo, doe je een mooi rondje tekenen, nog een beetje zachter hoor, kun je niet meer beter horen. Nou, denk je nog, nou een beetje harder. Nou, pak je nog een papiertje, doe je nog een rondje, zo, doe je rondje, rondje en rondje. Pak je nog een papiertje en dan leg je deze weer op de stapel neer. Nog een papiertje, doe weer een rondje. Zo, een rondje. Leg je die weer in. En maak je nog een rondje. Of pak je ook even een schaal, want anders kan je de rondjes niet uitknippen. Bingo, hier heb ik een hele belangrijke schaar. Die leg ik even hier. Doe je zo. Pak je nog een papiertje. Nou, die papiertjes heb je goed. Dan heb je rondjes opgetekend. Dan doe je deze in. Knip je. Dan gaat deze dit rondje uit. Doe je het zo heel netjes. Doe je zo. Kijk, leg je die daar neer. En deze knip je ook uit. Knip je het ook even netjes uit. Doe je zo. Leg je hem ook neer. Leg je deze hier weer neer. Leg je daar neer. En doe je zo. Doe je zo, leg je deze hier op stapel neer, deze die stapel neer.
zo. Nog een rondje uitsnippen, doe je zo. Doe je zo. Leg die hier neer. Dus leg je daar neer. Pak je weer zo heen. Knip je weer een rondje uit. Knip je die uit. Leg je daar neer. Doe nog een rondje. Leg hem daar neer. Deze leg je daar neer. Nog een vol rondje uitknippen. Dit is het hoofdje. Want de rups moet ook een hoofdje hebben. Nou, pak je lijn. Ja, de lijn. Neer het lijm hierop, zo. Dus zo, lekker lijm smeren, doe je met meer. Plak je deze zo vast, dan doe je zo. Doe je hier ook lijm op. Plak je die ook al vast, zo. Pak je nog een, doe je daar ook lijm op. En dan plak je die ook van vast. En deze. Nou, dit wordt het hoofdje. Doe je ook een beetje zo lijn op. En dan pak je deze doe je zo. Zo, leg je het gaan neer, pak je het lijm, smeer je lijm zo lekker erop, plak je deze zo erop, doe je bij deze hetzelfde, doe je even krullen, zo. Nou, nu heb je een rups, die is klaar. Die is klaar om op mijn raam geplakt te worden. Deze rups is klaar. Die ga ik straks op mijn raam plakken, niet nu, maar straks. Die leg ik me hier neer en nou ga ik een dromen van maken. Hebben we deze stukjes voor nodig. Kleur je deze zo. Ja, ik doe hem zo weer terug hoor. Ik moet even. Nou hebben we die ook gedaan. Nou, ik ben weer terug. Deze heb ik bij de Action gekocht en die laat ik ook zien zo meteen even.
Nou, kleuren we het even in. Zo, kleur ze dit zo in, zo. 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 Kleur ze zo in. Zo. Zo, in kleuren. Zo. Kijk, dan heb je deze ingekleurd, dus groen. En dan kleur je hem nog een keer groen. De zijkantjes doe eerst even groen, want dat is wel belangrijk. Want zijkantjes moet je heel goed mooi groen maken. En doe je zo, zijkantjes mooi groen. Zo, zijkantjes mooi groen maken. Zo. Zo kleur je deze zo mooi. Lekker mooi groen. Zo, die is ook mooi groen. Dus zo kleur je dit ook even weer groen. Kleur zo weer groen. Zo doe je dat. Kijk maar zo. Oeh, ik knalde weer tegen het afhaal. Nee, nee. Ja, doe je zo. Doe je zo. Nu deze ook even zo. Doe je zo, kleur je dit zo. Zo. Kleur je deze zo. Doe je zo, kleur je deze zo. Nou, heb je die ook mooi groen gekleurd, leg je die ook bij dat stapel neer. Kleur je deze ook groen. Lekker groen kleuren. Zo lekker groen. Dus zo lekker groen kleuren. Zo, lekker van kleuren. Dus zo. 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 Dit mooie, heb je dit mooie groen ingekleurd, pak je het lijm. Smeer hier het lijm op. Wacht even.
beetje lijm smeer daarop hier. Nu heb je hier een klein beetje lijm opgesmeerd, zo. Niet te veel, een beetje lijm. Ja, heb je dat gedaan. Smeer hier ook een beetje lijm op, doe je zo, een beetje lijm. Een beetje lijm. Doe hier ook een beetje lijm. En hier. Doe zo. Zo, laat je dit drogen. En dan deze droom van de klaar. Laat je dat lekker drogen. Nou, gebak je deze. Oh, deze gaan we straks opruimen. Doe je zo. Doe je zo. Gaan we straks opruimen. Die leg ik even hier neer. Nou, deze is leuk. Nou, gaan we deze maken van de Action. Zet je even aan de kant. Nu heb ik even geen lijm nodig. Deze is van Action. Nou, dan gaan we die gebruiken. Deze kleur heb je ook nodig. Nou, zo ziet het van binnen eruit. En deze heb je allemaal nodig. En stapjes, dit rondje, moet je uitknippen van... Ja, dat staat hier. Zo, als het goed is, komt het er wel uit. Goed is, komt het er uit hoor. Door die kring. Nou, als het goed is, het eruit. Nou, pak je het geel. Doe je zo, het geel doe je. Pak je het geel. En dan knip je er. Doe je zo. Klein stukje laat ik zien hoor, niet het hele stuk. Anders duurt het te lang. Oepsie, nou ja, dat kan best nog komen. Ja. Doe zo. Nou, maar ik zie een hele dikke knoop hoor, dat ik er niet zo makkelijk uit krijg. Ja, dan wel, volgens mij wel hoor.
Die knoop heb ik eruit getegeld. Nou. Nou, knip ik even het stukje eraf. Als we zo. Zo. En het stukje knip je gewoon eraf. Deze. Zo. Nou, wacht even hoor. Ik moet even goed knoopje erin. Volgens mij moet je die even wachten hoor. Doe zo. Doe zo. Zo. En dan ga je hier pompoen van maken. En dan heb je zo pompoen. Dus ik ga het morgen wel weer verder ermee. Dan leg ik even netjes op stapel, alles bij elkaar, want anders verlies ik wat en dat wil ik niet. En nu laat ik zien hoe je kaart maakt. Dat bedankkaartje heb ik al gemaakt. Nou, dit is ook een kaartje, die laat ik even zien hoe je dat maakt. Het is een oud kaartje. Knip je deze gewoon zo, gebruik je, hergebruik je dit. Wat leuk. Zo knip je zo, zo uit. Zo'n beetje doe je dat. Doe je zo. Gebruik je deze, doe je zo. Heel. Nou, blijkbaar. Deze ook nog. Nou, dan heb je deze kaartje, heb je zo, maar je wil omheen ook het leuk op pimpen. Dan heb je hier de gateway. Zoek je een leuke, nou doe je lekker. Doe je zo. Doe je zo, 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 zo. Doe je zo, gras eromheen. Zo, je weer terug. Pak je nog, oh, nog een potlood. Doe je zo. Doe je zo, zonnetje. Nou, die heb je ook gedaan. Nou, knip je dit stukje ook even uit, want dit vind je ook een mooi stukje. Blijkbaar wel vind je dit ook een mooi stukje. Thank you.
Oh, het moet wel even goed lukken. Oké, het lukt er niet. Even proberen. Oké, zo. Zo, pak je die, zo, dan heb je een mooi kaartje. En dan heb ik dit stukje ook uitgeknipt, hè. Dus zo. Dus zo. Deze kaart heb je af, leg je hier lekker neer. Deze leg je op stapel, dan heb je andere keer nodig. Nou, pak je die. Zo, dat je deze zo kijk even hoe mooi. Een voorjaarskaartje. Doe je zo. Dan doe ik deze ook mooi klaar. Doe je zo. Plak je die hier. En deze plak je zo. Dan plak je deze zo. Leg je die hier neer. Dus zo. Nou, deze heb je ook af. Deze doe ik zelfs van het raam, want het wordt bij de lente. Nou, die heb je af, dan pak je een kaartje. Doe je een kroontje.
Pak je deze. Zo uit. Doe deze in. Dus zo. Doe het in. Heel netjes. Heb je de koningstaf? Pak je deze. Doe het zo. Doe deze zo. Deze zo. Deze zo, kleur deze zo in. Oh, nou, maar heb je hem al goed ingekleurd? Dan gaan we nu nog kijken. Deze zo. Nou. Als het goed is, heb je deze af. Deze staat te meer onder dan onder. Pak je nog een paar kaartjes. Heb je nog een paar. Pak je even deze potloden. En die leg je op de tafel neer. Die gebruik je lekker eventjes. Deze gebruik je gewoon even. Maak je een mooie. Doe je zo. Doe je zo, kleur je netjes in. Doe je zo. Doe je zo. Pak je deze. Doe je zo. Doe je zo, kleur je deze zo in. Pak je deze kleur. Doe je zo. Kleur je zo in. Doe je zo. Kleur deze zo in. Doe je zo. Pak je deze. Kleur je die ook in. Kijk, heb je een mooie regenboog. Die. En hier heb je nog een stapel kaarten die je kan maken. Oh. Is het zacht maar. Dan heb je deze, heb je hier. Weg, deze heb je niet. Pak even deze, sorry hoor dat ik er even overheen moest. Sorry, ik moet er weer overheen. Nou, dan hier maak je een mooie mandala van. Oh, ik ging dit even uit. Oké, zo, gun je debuut. Hij bedoel ik.
En doe je zo, zo. Draai om, doe je zo, zo, zo. Zo, zo. Nou heb je deze mandala heb je mooi gemaakt. Dan gebruik je even deze stift. Doe je zo. Zacht hoor, kun je niet meer beter horen. Doe je zo. Zo doe je dat. Doe je zo, zo. Dus zo, dus zo heb je een mandala, kleur je die in. Dus de mandala kleur je heel mooi netjes in. Dus zo. Sorry, ik ben een beetje snotterig. Dus zo. Nu je dat even in. Doe je zo. Doe je zo, deze kleur ook netjes zo in. Doe je zo. Doe je zo, kleur je deze zo mooi in. Dan pak je deze kleur. Doe je deze ook heel mooi in. Doe je zo. Doe je zo. Doe je zo. Doe je deze zo mooi in. Doe je deze zo. Doe je zo. Doe je zo. Ga er zo in. Mooi, 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 mooi. Doe je zo mooi in. Echt heel mooi. Doe je zo. Doe je zo. Heb je de mandala heb je af. Ja, ik moet zo echt beter. Hoor. Ah. Gaat even. Ik ga. Doe zo. Dan heb je de mandala heb je af. Maak je verder mooi thuis en weer mooi. Mandala heb je gewoon wel af. Zo. Pak je deze. Sorry, pak je deze weer even. Doe zo, kleur deze in. En ja, maar ik kom zo weer bij je. Nou, ik hoop dat jullie het leuk vonden dat ik liet zien hoe ik kaartjes ging maken. En een rups. En een... Ja, een dromenvanger. Nou, vergeet niet te abonneren en te liken op mijn YouTube kanaal. We zien jullie morgen weer in de volgende vlog.
al afgesloten. Doe jou. Wat een moeder. Maar niet thuis. Wat is die weer schoon, Mikey? Meer heel meeknutselen. Het was leuk. Vergeet niet te abonneren en te liken op mijn YouTube kanaal. Hey mensen, ik ben Saskia Boel. Ik heb dit armbandje al klaar. Nou ben ik met de volgende bezig. Ik zet er even een nietje op. Een beetje harder. Kan jullie me beter horen. 9 en 9. Nou, dan heb je de J nodig. Ja, ik heb de J nodig. Met J, jou. J, van Jannes. Even. Ja, dat was het. Handen, geen handen, nee, meer los. Zo doorheen en doe de J, zoek je dan. Ik weet niet of deze de J heeft. Nou, volgens mij heb ik de J gevonden. Ik heb de J gevonden. Nog, ik heb nog een A nodig. Nog de A heb ik nodig. Zo. Op de A. Nou, voor mij heb ik de A gevonden. Nou, even kijken als ik hem heel goed heb gedaan hoor. Wacht even. Sorry hoor, maar ik moet even goed kijken. Nou, je moet die J naar A. En de X. Zo. Ja, ik heb gekikkeld, maar het is goed. Het is goed gelukt. Zo. Doe je zo. Deze doe je hier doorheen, volgens mij. Ja, 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 dat is goed, hè. Deze doe je hier ook doorheen. Deze. Doe je ook het doorheen. Lekker doorheen. Deze doe je ook het doorheen. Deze doe je het ook doorheen. Pak je het hartje, die doe je ook het doorheen. Doe je zo. Oh, moet je wel heel goed doorheen doen. Ja. Pak je dit hartje, doe je ook het doorheen. Doe je zo. Pak je deze en doe je zo. Deze doe je ook er doorheen. Pak je deze en doe je hier. Doe je er doorheen. Doe je zo. Zo. Oh.
doe je zo. Pak je dit en doe je hier ook doorheen. Doe je zo. Dan heb je die knoopje, deze hier zo. Doe je zo. Doe je zo. Doe je zo. Doe je zo. Nog een keer knoopje. Er nog één. Voor zekerheid. Dan knip je deze zo. Nou, dan heb je deze armbandjes heb je af. Dus die heb je af. Leg je hier neer. Nou, laat ik zien hoe je een. Nog een armbandje maakt. Doe je zo. Knip je die zo. Dan doe je deze zo. Daar gaan de ketting in, maar dat past niet. Nee, deze past niet op mijn nek. Dus nee, sorry dat ik zo deed. Ik bedoel, deze past niet op mijn nek. Kijk maar. Nee, past niet. Past niet op mijn nek. En dan doe ik deze zo. Nou, ik pak even eerst deze. Ach, laat maar, dat past. Nou, pak je deze gewoon lekker. Zo, dus dat moet de tand echt niet los. Doe zo. Zo. Nou, doe goed nog knoop, pakje. Dan doe je nog even een stukje eraf. Zo. Pak je deze en doe je hier doorheen. Doe je hier doorheen. Dan zag ik er niet op de voren. Ach, een beetje hadden mag ook wel. Nou, doe je deze, doe je hier doorheen. Oh, als het goed is, doe je het erheen. Als je het goed hebt, hè. Doe je zo, dan doe je deze doorheen. Doe je deze weer doorheen. Pak je deze. Doe je hier ook zo doorheen, doe je zo. Doe je zo, doe je echt doorheen. En dan pak je nog iets, pak je zo'n hartje en doe je er weer doorheen. Doe je er weer doorheen. En dan breek je nog iets, een hartje. En doe je er ook doorheen. Doe je zo, zo. Pak je deze. Pak je die even. Zo. Dan doe je die ook er doorheen. Dan pak je deze. Hier ook even lekker doorheen. Pak je een hartje. Dan doe je er doorheen. Doe je zo doorheen. Nog een doorheen. Nou, dan heb je dit armbandje af. Nog niet af. Bijna, maar dan doe je deze ook hier doorheen. Doe zo. Doe zo. Deze hier ook doorheen.
Zo. Nou, die heb je klaar. Nou, dan doe je deze, doe je lekker zo. Dan doe je die zo, doe je deze dicht. Oh, deze armbandjes heb ik klaar. Dus ik hoop dat je het leuk vond dat ik liet zien hoe je armbandjes ging maken. Vergeet niet te abonneren en te liken op mijn YouTube kanaal. Tot de volgende vlog. Tot morgen. Tot volgende vlog. Ciao.